Het is goed om het weer over Marokko te hebben, want ja, je kan je natuurlijk voorstellen dat je denkt, nou ja, we hebben toch al demonstraties gehad en Mahsen Fikri was in oktober, november en ja, wat is nu precies de relevantie? Er is toch niets groots gebeurd ofzo. Ik denk juist dat het belangrijk is om bij protestbewegingen in het achterhoofd te houden. Of bij protestbewegingen en bij bepaalde ja, historische momenten steeds in het achterhoofd te houden dat politieke veranderingen echt een issue zijn van een lange termijn. Dat het processen zijn, dat het geen events zijn. En de enige manier waarop je natuurlijk die processen in de gaten kunt houden en kunt zien wat zijn de veranderingen tussen de verschillende stadia is door dat te volgen. En dat is denk ik ook het probleem geweest met een heleboel analyses over het Midden-Oosten en de Arabische wereld, is dat het heel erg momentopnames zijn. En dan zodra de soort van kenmerken of symbolische beschrijvingen van het moment nieuw zijn, wordt het idee losgelaten. En dus krijg je hier weer een soort van surprise reactie. Hè? Dus zeg maar de Arab Spring, waar is dat dan weer vandaan gekomen? En je ziet steeds weer een nieuwe soort van schokmoment, omdat er die momenten ertussen zitten. Dus ik vind het wel eigenlijk wel interessant om zelf ook weer terug te denken en te kijken van nou, wat is er eigenlijk in. Wat is het in 5, 6 maanden? Zes maanden? Wat is eigenlijk in die 6 maanden? Is het noemenswaardig? Is het relevant? Heeft het iets veranderd aan onze oorspronkelijke ideeën? Dus ja, dat is ook mijn schedule voor marxisme, was ook voor mij weer een reminder van ja, het was allemaal toen heel erg spannend, maar het is eigenlijk belangrijk om het weer te herlezen en weer naar de mensen toe te gaan die er veel meer over weten en die veel direct betrokken zijn om te horen wat er gebeurt. Dus voor mij was dit ook een hele leerzame soort van momentopname. Omdat dit soort bijeenkomsten vaak toch ook wel mensen aantrekt die op verschillende manieren geïnteresseerd zijn, denk ik dat het belangrijk is om zowel een soort van bredere inleiding te hebben, een soort van historisch misschien ook wel overzicht van nou, wat is nou precies Marokko, wat is Marokko politiek, dat is niet het meest bediscussieerde politieke item op de agenda van Midden-Oosten politiek. Palestina, Midden-Oosten, het vaak over nu Syrië, et cetera. Dus ik denk wel goed om daar een soort van historisch context te geven. Dus daar denk ik dat ik er eventjes heel kort op inga. En dan vervolgens stil blijf staan voor een moment bij 2011. Dat is een heel belangrijk moment in de recente Marokkaanse geschiedenis, politieke geschiedenis. En het dan te hebben over de meest recente uitbarstingen van protesten in Huseima, in het noorden, rond de dood van Mahsen Fikri. Om het te hebben over de historische context, en natuurlijk doe ik geen recht aan de complexe geschiedenis. Maar ik denk dat het belangrijk is om te kijken naar bijvoorbeeld de Rif, het noorden van Marokko. Dat is natuurlijk ook de plek waar de laatste uitbarstingen van protesten zijn begonnen, waar Mahsen Fikri vandaan komt. Maar het is ook belangrijk omdat het denk ik heel erg dicht bij huis is in Nederland. Het is ook de regio waar de meeste Marokkanen die in Nederland wonen vandaan komen. Dus grofweg even een beetje schatting dat er tussen 70-80% van de Marokkaanse Nederlanders komen uit oorspronkelijk uit de Rif. Dus we hebben heel veel van ons hebben roots. Dus het is op een bepaalde manier ook wel ja, persoonlijk of dicht bij huis. Nieuws uit Marokko van uit de Rif. De Rif is een gebied wat een lange geschiedenis heeft en wat door bepaalde groepen ook geclaimd wordt als een soort van Berber origine. Een soort van origine van de Amazigh Berber cultuur en communities die daar honderden jaren langer leefden dan toen de Arabieren kwamen. Dus er is ook een soort tension, een historische tension tussen zeg maar, mensen die een soort van Rif roots claimen en
het idee van Arabische Marokkanen of Arabisch spreken. Dus het is ook belangrijk om te weten, want dat is heel informatief voor de manier waarop heeft een Marokkanen uit de Rif in een heleboel protestliteratuur en momenten ook die historische grievances, het gevoel van racisme en discriminatie binnen Marokko zelf ook meedragen in de protest. Hè. Dus vaak denk ik, soms zie je best wel emotionele uitbarstingen van Marokkaanse demonstranten of protesten. En soms zie je bepaalde vlaggen die niet hetzelfde zijn als de Marokkaanse vlag. Het heeft heel erg daarmee te maken. Dus dat is denk ik ook wel goed om te weten voor niet-Marokkanen of niet geïnformeerde Marokkanen zelf. En die grievances, zijn legitiem. Dat is denk ik ook belangrijk om te herkennen. Want het is ook vaak, wordt het een beetje omschreven als identity politics en wat maakt het nou uit en is dat gewoon hetzelfde, Arabisch, Berbers. Nee, het zijn hele legitieme issues die te maken hebben met decennia lang onderdrukking van de culturele eigenschappen, zoals de taal en andere. In dat geval is is de ervaring, de antikoloniale ervaring in de Rif heel belangrijk. En het is belangrijk omdat het onder andere bijvoorbeeld mensen als Adikrim Ghatabi heeft teweeg opgebracht als historische figuur die heel erg relevant en informatief is voor de rest van het land. Dus Adikrim Ghatabi was een vrijheidsstrijder uit de Rif. Dus een heleboel Rifijnen claimen Adikrim Ghatabi ook voor hun cause. En tegelijkertijd is Adikrim Ghatabi, je moet hem zien als een soort van, ja, ik weet niet wat het equivalent is van een bekende Nederlandse, ja. Kenau. Hè? Kenau. Ik denk in het Nederlands, ik zijn allemaal bastards, dat kan helemaal niet. Het zijn juist de koloniale, de grote namen. Ja, nou misschien, ja. Ja. Dus de soort van vrijheidsstrijders die we kennen vanuit de verhalen uit Afrika, Midden-Oosten, et cetera. Misschien ook omdat het wat later was. Wat zo uniek is aan Adikrim Ghatabi in de Rif is dat het zo vroeg was. Dus echt, als je kijkt naar de historische kalender, was het volgens mij, als ik me niet vergis, was het na de Russische Revolutie de eerste grote volksopstand met revolutionaire intenties van to overrule the governing state. Dus echt een revolutionaire. Volgens mij was het in dezelfde Mexico en Marokko. Dus Mexico had een revolutie in 21, als ik het goed heb. En in Marokko 2021 had het goed. Dus het is eigenlijk nog even langzaam duidelijk herhalen. Ik ken de naam niet van deze schrijver. Adikrim Ghatabi. Het zal gebeuren dat je gewoon namen niet zult herkennen of niet zult onthouden. Dat is oké. Okay. En ik denk dat we ook een stuk hebben. Ik heb een stuk geschreven afgelopen oktober na die protesten voor de website van de IS. Na een toespraak die ik gehouden heb. En daar zit een heleboel van dit soort voorbeelden. Onderbreek me gerust. Ja? Dat vind ik echt niet erg. Kan iedereen het horen? Ja. Nou, ik vind een beetje harder zo wel fijn. Ja? Ik doe mijn best. Dus 1920, 21, Adikrim Ghatabi. Onthoud dat als je iets moet onthouden, is dat belangrijk. Het is ook een belangrijk, het is ook een bekend profiel. Dat zul je ook, denk ik, zo leuk als je dat herkent op een gegeven moment. Dat je weet, oh, dat is het profiel van hem in een jalaba, die je vaak zult zien op badges of t-shirts of op websites. Het is echt, dat is dan die referentie. Dus het is super. Dus het heeft, de Rif heeft een vrij, hoe noem je dat, rebellious geschiedenis. Het is echt, het wordt soms in, vind ik, een beetje te etnocentristisch, stereotyp. De rebellious Rifijnen, soms zie je dat dat ook, is dat ten goede van mij? Of,
Misschien staat er onder het luisteren niet naar haar. Heerlijk. Heerlijk. Ja. Het is een actie in verband met wat er nu in het noorden van Marokko gebeurt tegen het militariseren van dit gebied. In Alfa, ja. Gaan we het straks ook even hebben. De grootste Sebastian Ogan van de hele opstand. Ja, oké. Gaan we het straks ook over hebben en dan ga ik jou vragen en Mo en anderen om dat even toe te lichten ook voor de anderen. En ook mij toe te lichten, want ik heb niet alle details. Dus die geschiedenis is echt belangrijk. En ik denk dat het heel goed is dat om te beseffen dat Hadjah Khatabi als historisch symbool is niet alleen maar een symbool voor de rivieren van de Marokkanen, maar ook echt wel voor de antikoloniale beweging. Dus er waren, zeg maar, in de antikoloniale literatuur, helaas is dat natuurlijk geen mainstream literatuur, dus dat zullen we nooit, zeg maar, mainstream via onze geschiedenislessen of zo weten. Maar er is wel degelijk referenties naar het KAF en uit verschillende antikoloniale bewegingen. En ook duidelijk wel, als ik bijvoorbeeld, ik heb heel veel in Palestina gewerkt, in onderzoek gedaan in Palestina. Als ik met linkse Palestijnen spreek of met politiek georganiseerde Palestijnen en vragen waar ik vandaan kom en origine. Als ik zeg Nederland, dat interesseert ze niet. Nee, waar kom je echt vandaan? Dus het is eigenlijk een beetje het omgekeerde van wat ik in Nederland heb. Waar kom je vandaan? Amsterdam, waar kom je echt vandaan? Dus in Palestina is het zo van, ja, waar kom je vandaan? Marokko, waar Marokko? Rif. Oh, wat is het? Amazigh. Dus je ziet ook onder, zeg maar, politiek geïnformeerde mensen in het Midden-Oosten echt wel een soort herkenning. Nou, die geschiedenis is grotendeels uitgewist. Is geen onderdeel van de nationale kanon, wordt niet onderwezen op scholen. Wel een deel, maar op een hele opportunistische manier. Hij is op een gegeven moment is die opstand geclaimd door de staat, maar dan als een soort van onderdeeltje van de heroïsche daden van de koning tegen de kolonialen, wat natuurlijk eigenlijk een falsificatie. Ja, falsificatie van godsbeest, want eigenlijk was het ook wel de Rivijnse opstand was ook tegen het sultanaat, dus het is ook wel echt een claim op autonomie van de regio. Nou, die geschiedenis is een beetje. En wat je dus eigenlijk, waarom ik dit zo uitgebreid zeg, is omdat ik denk dat het er is iets bijzonders, denk ik, aan het niet herontdekken, maar misschien zelfs opnieuw ontdekken. Ik weet niet of dat een tautologie is. Van zoiets bijzonders. Als persoon die daar die daar een soort mee gelinkt is, historisch of cultureel. En ik denk dat die rediscovery, die ontdekking, heel erg ontstaan is na 2011, na de grote opstand in de Arabische wereld en de Arabische revoluties. En ook omdat mijn professionele focus een beetje is, maar ook omdat onze infrastructuur veranderd is van media. Dus digitale media heeft ook een soort van, heeft geleid tot een soort herontdekking van dit soort zaken die niet onderdeel zijn van de mainstream of officiële leergangen. En het heeft een soort van extra energie ook meegebracht. In een nieuwe generatie van burgers die boos zijn of jongeren die activist zijn. En dus wat je bijvoorbeeld ziet, wat ik zag in protesten in Marokko. Ik heb daar onderzoek gedaan tussen 2013 en 2015, op 16. Veel veldwerk gedaan. En wat je bijvoorbeeld zag is dat de Kimchatab het profiel en die slogans onderdeel zijn geworden van de activistische expressie look. De banners, de shirts, ik zag bijvoorbeeld mensen die eigen kaftans maakten, een soort patchwork waarbij ze dan historische figuren patchten op hun, wat ze dragen. En het is eigenlijk letterlijk een soort van boodschap van we are reclaiming our history. Weet je, wij hebben het nooit gekregen van staat, maar we geven het nu, we brengen het letterlijk zelf op de straat. Nee. Nou, dat is dus een deel van de geschiedenis die ook heel vaak de content van wat je nu hoort beïnvloedt. Dus je zult vaak horen een soort van een korte versie als mensen uitleggen waarom ze boos zijn. Ze zeggen van ja, de geschiedenis,
we zijn onderdrukt of we zijn ontkend, dan gaat het daarover. Men legt vaak niet uit wat er bedoeld wordt. Net als dat wij hier bepaalde historische referenties hebben, helemaal niet uitleggen eigenlijk wat we bedoelen. Omdat het gewoon voor ons, dat als je met Marokkanen praat of spreekt naar de stad, zit dat in het achterhoofd. Een ander onderdeel in de historische context wat denk ik belangrijk is, juist ook omdat het direct te maken heeft met de RIF, met de regio, is de periode vlak tijdens en vlak na de onafhankelijkheid, 1958-59. En ik kan daar niet echt op ingaan, daar heb ik echt wel tijd voor, maar het is ook wel belangrijk om te beseffen waarom niet alle onafhankelijkheidsprocessen hetzelfde waren. En in die zin is Marokko een beetje tegenovergestelde klinkt misschien een beetje overdreven, maar het is duidelijk een andere ervaring dan Algerije, waarbij de onafhankelijke strijd echt een strijd was van revolutionaire opstand van onderaf, van gewapende groepen tegen de settlers, de Franse settlers, en ook duidelijk ook een soort van progressief anti koloniale retoriek die gevaarlijk was, want voor de heersende klasse, want het was heel inspirerend voor andere anti-koloniale bewegingen. Dus het was heel duidelijk een poging door de koloniale machthebbers en hun internationale bondgenoten, Amerika, etc., om dit, om de Algerije ervaring te containen, om dat echt niet te laten verspreiden. En Marokko was daar een hele belangrijke sleutel in. Marokko moest als voorbeeld dienen van een soort van overgang naar onafhankelijkheid die eigenlijk pragmatisch was en vooral ook geweldloos, in de zin van geweld tegen de koloniale bezetter natuurlijk. En die vooral de bestaande voordelen voor de koloniale machthebbers zoveel mogelijk in stand zou houden. Daar komt een beetje het idee van neocolonialisme vandaan. Je hebt dan officieel geen kolonialisme, maar het is overgegaan in neocolonialisme. Nou, dat was een beetje wat er gebeurde in 1956-1957. Het was eigenlijk gewoon een soort afgesproken overhandiging van autonomie. Van met name op dat moment alleen op de Fransen. Marokko was gekoloniseerd door Spanje en Frankrijk. Maar Frankrijk is degene die doorgegaan is na de Tweede Wereldoorlog. En dus die afgesproken overhandiging had echt wel te maken ook met het selectief kiezen van wie dan de vertegenwoordiger zal zijn. En dat is, was dan de sultan, dus uiteindelijk de koning werd. Dus op heel veel jonge Marokkanen, bijna iedereen die we spreken, ook eigen familie en zo, is echt het idee dat het koningshuis dat gewoon een dominante, altijd onbetwistbare heerser van het land was. Dus dat is een soort van onafgebroken lineaire soort of lijn van de familie van de koning tot honderden jaar. Maar dat is altijd betwist geweest, omdat Marokko er verschillende regio's, verschillende claims op autonomie. In de Rif had het sultanaat helemaal niet die status van. Maar ja, met terugwerkende kracht is het heel moeilijk om. In ruil daarvoor kreeg een nieuwe staat, koning, militaire steun, economische steun, strategische steun. Het eerste wat ze met die militaire ervaringen, steun en financiële backup gedaan hebben, is een opstand in de Rif de kop indrukken. In 1958, als ik het goed heb, tot ongeveer een jaar, 1958-1959. Was er een opstand, een belangrijke opstand in de Rif, maar ook deels in het zuiden, wat eigenlijk bijna nooit genoemd wordt, en het is eigenlijk heel erg gerelateerd. Van natuurlijk wat je vaak zult zien, vooral anti-koloniale guerrilla's, die helemaal niet blij zijn met de afgesproken overhand, zeg maar overhandiging eigenlijk. Dat zagen als capitulatie. Hier hebben we niet voor gevochten tegen de kolonialen. We wilden echte autonomie. Hè. Dat ging dan over bijvoorbeeld de Franse militaire aanwezigheid. Hè. Dat was gewoon nog steeds militaire aanwezigheid. Het ging over autonomie, over de economische voorzieningen, grondstoffen, etc.
die opstand, omdat het natuurlijk ook wel een vrij, dat is een vrij beide handen opstand, dat is echt wel een militaire opstand, omdat het echt vers vanuit de antikoloniale momentum gebeurde, dus de militaire voorzieningen waren daar nog, de rebellen hadden de wapens, etc. Het was een directe uitdaging van het koninkrijk, een directe uitdaging van een nieuw koning, van wij erkennen jou toen niet. En dat is zo een bloedige neergang geweest, het is heel erg traumatisch voor de hele regio. Als je nu nog mensen spreekt vanuit die generatie, ik heb een paar mensen erover geprobeerd te spreken en je krijgt vaak een soort glazige blik. Toch, het heeft echt heel erg indruk gemaakt, omdat het gewoon niet alleen zo gewelddadig was, maar omdat het ook echt nog gepaard ook ging met het gevoel van verraad. Maar dit waren de mensen die een groot onderdeel hebben gespeeld in de antikoloniale strijd en dit zijn de mensen die uiteindelijk dan vermoord zijn door de nieuwe staat, de nieuwe koning. We hadden het, volgens mij gisteren hadden we het over een belangrijk cultureel fenomeen in Marokko, een bepaald soort volksmuziekliederen. En hoe bijvoorbeeld de totale censuur en totale onderdrukking die in diezelfde periode natuurlijk door de staat opgelegd werd, waardoor bijvoorbeeld er geen nieuws naar buiten kwam over die bloedige neergang. Dit ook nooit genoemd mocht worden, je mocht er niet hardop over praten, dit mocht niet discussiëren, het was echt een black hole. En we hadden het over hoe mooi de soort van de Berberse muziek, de Israël-stijl, waarin een soort van methode is ontwikkeld dat je die verhalen vertelt via een soort oral history over die periode van 58 en dat op die manier overbrengt aan andere mensen in de community en generaties. Dus eigenlijk een soort vertellingen hebt over die periode via de liederen, omdat er totaal geen andere, er was geen literatuur, maar ik bedoel, je kan je voorstellen, niemand kon daar hier onderzoek over doen. Dus waarom mij laatst over hoe belangrijk eigenlijk dit soort culturele fenomenen en uitdrukkingen zijn, ook voor politieke analyses. Dat daarin eigenlijk zouden we moeten kijken naar, ja, het is een beetje een sidetrack, maar eigenlijk zouden we ook moeten kijken naar hoe lyrics en muziek ook onderdeel wordt van onze resources, omdat we alleen uitgaan van het schrijfwerk van politieke organisaties, we missen we heel veel details wat gebeurd is. Volgens mij was het een van de liederen was waar het over de As It Was In It, ja. Het seizoen van de helmen. En wat je zult zien is dat het ook vaak cryptisch is. En het is het seizoen van de helmen van het leger. Dus het mensen zagen opeens zoveel, dat hebben ze nog nooit eerder gezien. Zoveel. Dus die 58, 59 ervaring, die is nu pas, in de laatste 5 jaar, naar boven gekomen. Op een populaire manier. De activisten en intellectuelen die wisten het natuurlijk allemaal al. Soms heb je mensen, het wisten we al. Ja, dat wist jij met je PhD, die daar onderzoek naar deed. Maar gewone mensen die wisten het niet. Wat je nu ziet is door digitale technologie bijvoorbeeld. Er bepaalde documentaires en films zijn gemaakt. Eentje die is online te vinden op YouTube. YouTube, die raad ik echt iedereen aan. En volgens mij moeten we tenzij het al gedaan is, een filmavond organiseren. Het heet in het Frans Brise de Silence, Breaking the Silence. En het is online, nu zelfs te vinden met Engels ondertiteling, volgens mij zelfs met Nederlands ondertiteling. Ja, een fantastische film, waarin de filmmaker ingaat op deze geschiedenis en interviews doet met mensen, overlevenden en getuigen. Getuigenissen afneemt. En heel erg heftig. Het is heel traumatisch in de zin van dat ook die interviews die gedaan zijn met die mensen uit de RIF voor het eerst de confrontatie voor die mensen zelf was ook. Dat ze daarover voor het eerst eigenlijk begonnen te vertellen. 20, 21, 58, 59 en ik denk een ander moment dat heel belangrijk is in de jaren 80 en voornamelijk 1984. Dan had je wat eigenlijk over het hele
misschien zelfs de hele wereld, ik weet het niet, maar in ieder geval de derde wereld, de regio, dat heette de Bread Riots. Had je echt grote opstanden tegen wat toen ingevoerd, nieuwe prijzen die ingevoerd werden naar aanleiding van IMF en Wereldbank afspraken of regulaties. Die opstanden van de jaren 80 die kwamen op samen met de studentenopstanden. En dus wat je, het is ook misschien wel interessant om te weten dat, tenzij ik het, moet me corrigeren straks als ik het niet goed heb, maar een aantal van mijn vrienden, Marokkaanse vrienden, onder andere de onlangs overleden kameraad Jamel, zijn ook in de jaren, in eind jaren 80, in de jaren 90 in Nederland gekomen als politieke vluchtelingen die onderdeel waren van die opstanden van de jaren 80 als studenten. Dus het is ook belangrijk om te weten dat er ook een kader in Nederland rondloopt in verschillende steden van mensen die hier naartoe zijn gekomen, weg zijn gegaan. Dus dat waar in Nederland niet echt een Hollandse vluchtelingenbeleid trouwens, als het ging over Marokkanen, hè, want die liegen natuurlijk alleen maar over hun asielaanvraag, die willen gewoon hier wonen, maar het waren ook daadwerkelijk politieke activisten die hier naartoe zijn gekomen. Dus die 84 Bread Riots, wat heel belangrijk is om te begrijpen, dat het dan ook op een gegeven moment niet alleen maar gaat om politieke eisen en van erkenning, maar heel erg duidelijk sociaal-economisch. Dat is een tijd zo gebleven. De nieuwe koning kwam in 1999 op. Dat heette, die werd echt omschreven door alle internationale pers als, als de Cool King. Die moet, er is een frontpage van de Times. De cover van de Times uit die tijd. Echt een foto van Mohammed VI. De zoon van Hassan II. En de zoon van Hassan II, die de koning was in de meest bloedige periode van Marokkaanse onderdrukking. Die periode waar ik het over heb, 60, 70, 80 jaren, worden gerefereerd als de jaren van Lood. The years of Lead. Dat waren de jaren van Lood van Hassan II. Nou, nieuwe koning, een beetje een soort van een nieuwe gepamperd, een soort westerse look, heel erg pro-neoliberalisme, pro-Amerika, de Cool King. En de Cool King, die image van die Cool King, van he, iemand met wie je kan praten, iemand met wie je gewoon lekkere, goede overleggen kunt sluiten over de beste deals voor export en import die alleen maar in het belang zijn van Europa. Nou, hartstikke goed, geopolitiek fantastisch, pro-Israël in de zin van echte beleid, maar bla bla is natuurlijk ook pro-Palestina. Geografisch ook heel belangrijk, omdat het een antidote is van Algerije. Algerije is nog steeds een rebellious, vervelende, soort van socialistische staat die andere derde wereld opstanden en zo helpt. Die image is in 2011 was dat heel belangrijk source. Dat werd heel erg naar voren gepusht tijdens de opstanden in Marokko als onderdeel van de Arabische opstanden. En het werd geframed als, en dat is nog steeds de framing, dan moet je maar kijken naar de artikelen, de Moroccan Exception. De Moroccan Exception is zeg maar de referentie naar Marokko. Want het is een uitzondering in de zin van ja, maar het gaat redelijk goed. En het gaat dan heel vaak om, het is niet, het is geen, het is geen hardnekkig anti-westisch land. Goede banden met de belangrijke westerse bondgenoten. Maar ook, het wordt vaak een soort tussen neus en lippen gesuggereerd, het heeft geen rare uitspattingen van terroristische groepen. Het gaat vaak ook om politiek islam. Van, zij weten hoe ze die mensen moeten containen. In Marrakesh en daarna zijn een belangrijk moment geweest om dat ook te consolideren met hevige financiële steun, anti-terreur steun. Nou, fast forward in 2011, waar je ongelooflijke nieuwe spontane demonstraties had van noord naar zuid, oost, west, het hele land was in beweging. Heeft laten zien dat
theorieën over spontane acties. Het beste zijn de demo's van de mensen die totaal niks met politiek hebben, die niet gecorrupteerd zijn door oude linkse politiek. Dat niet waar was. Wat je echt zag van Marokko met de 20 februari beweging, was dat het een hele bijzondere combinatie was van een nieuwe generatie politiek kritische mensen en jongeren in combinatie met de overlevenden van een soort van de oude linkse garde en die ondertussen in de afgelopen 10, 15 jaar geïntegreerd waren in een soort van NGO's en human rights organisatie. En de studentenbonden. Dus die combinatie was zo belangrijk, was zo sterk dat het echt tegen de verwachtingen in een bepaalde tipping point heeft bereikt. Waardoor echt voor het eerst in de recente, of misschien zelfs voor het eerst in de geschiedenis, zoveel mensen de straat op zijn gegaan. Afgelopen herfst, met de dood van Mohsen Fikri. Die ook gedood was vanwege het feit dat hij inderdaad een soort van symbool staat voor gewoon een simpele man die vis wil verkopen, vis vanuit de visserij, nou, het systeem, maar daar geen claim op mocht maken. En dat kan heel erg goed uitgelegd worden aan de hand van het neoliberale beleid in Marokko, waarbij de claim vooral ligt bij bepaalde bedrijven die vooral banden hebben of zelf vertegenwoordigers zijn van Franse bedrijven. Wat je ziet is dat dat moment van Mohsen Fikri eigenlijk min of meer gewoon een combinatie, maar eigenlijk ook min of meer een ander woord voor excuus, een legitimatie was voor het voortzetten van wat er in 2011 eigenlijk al uitgebarsten was, maar door de politieke top-down slimme moves van de staat, door verkiezingen uit te roepen, nieuwe constitutie uit te roepen, al dat soort slimme trucs om mensen de straat af te krijgen, waardoor de beweging is ingezakt. Alsof het met Mohsen Fikri eindelijk weer een reden was, een moment was om weer, en dus wat je zag was inderdaad wat de staat dacht dat voorbij was, dat weg was, wat weggestopt was, bleek eigenlijk daar onder de surface, onder een dun laagje op te zijn. En ik denk dat als je een soort van vogelvlucht wil nemen, een belangrijkste les is denk ik van 20 februari tot, ik neem aan dat iedereen weet wat 20 februari is, 20 februari tot Mohsen Fikri, is dat denk ik de belangrijkste les die ik zelf uithaal, is dat er zijn structurele historische problemen, die zullen niet weggaan totdat er rechtvaardige oplossing komt. En zo niet, dan zal je, en als je naar de cijfers kijkt nu, als ik de cijfers zie van werkloosheid, prognoses van economische neergang en crisis, dan komen er nog veel meer Mohsen Fikris. Dus die momenten zullen blijven komen en die momenten zullen blijven leiden tot een soort van op- en neergang van grassroots bewegingen en massaal protest. En ik denk dat belangrijk is voor ons hier in Amsterdam, los van analyses, is te denken aan hoe we zelf ook solidariteit kunnen organiseren. Want het is één ding om hier gezellig over te praten, maar we kunnen ook meer doen. En ik denk dat er ook wel echt wel materiële, functionele verbanden zijn tussen de progressieve en linkse groepen in Nederland en die Marokko.